Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Studenten die door de hoge energierekening in de problemen komen, die hebben recht op compensatie. Dat maakte de gemeente Utrecht gisteren bekend. En de gemeente kwam met een volledig pakket aan steunmaatregelen van bijna 7 miljoen euro. Zo wordt bijvoorbeeld ook de inkomensgrens voor de energievergoeding verhoogd. Maar terug naar de studenten. Voor hen geldt de compensatie alleen voor studenten met een eigen energierekening. Veel studenten die bijvoorbeeld op kamers wonen, vallen buiten de boot. En daar is niet iedereen blij mee. Ik praat hierover verder met verslaggever Bernadette Keizer op de redactie. En Bernadette, jij hebt studenten gesproken. Hoe is dit nieuws binnengekomen? Ja, Mirjam, studenten ontvingen dit nieuws met veel gezucht, moedeloosheid en ook wel een behoorlijk groot deel frustratie. Want vertelden ze mij, hoeveel studenten ken jij die hun eigen energierekening hebben? Je kunt je voorstellen, veel studenten, bijvoorbeeld die op kamers wonen, hebben helemaal geen energierekening op hun naam staan. En dus kunnen ze ook fluiten naar deze toeslag. En ook de Landelijke Studentenvakbond vindt deze maatregel niet genoeg. Wat wij belangrijk vinden is dat elke student die het financieel zwaar heeft, dat die energietoeslag kan krijgen. Het zou niet moeten uitmaken waar je woont of hoe je woont of je de toeslag kan krijgen, maar meer of je energierekening aan het eind van de maand kan betalen. Ja, en waarom kiest de gemeente er dan voor om alleen studenten met een eigen energierekening te voorzien van zo'n energietoeslag? Ja. Nou, de gemeente Utrecht doet met deze steunmaatregelen eigenlijk al een stapje voor op wat op dit moment het landelijk beleid is. Eerder was het namelijk zo dat ook in Utrecht studenten helemaal geen recht hadden op energietoeslag. En ze zeggen dus, nou, die willen we nu dus al wel helpen. Maar ja, ergens moeten ze een grens trekken. En in dit geval is dat dus een energierekening op je eigen naam. En hoe moet het dan verder voor die studenten? Ja, studenten die dus buiten de boot vallen, kunnen in hoger beroep als zij denken dat ze wel recht hebben op energietoeslag. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in Nijmegen, waar een student ook een rechtszaak heeft gewonnen en dus wel recht heeft op energietoeslag. En de Landelijke Studentenvakbond vertelde mij dat ze dat ook in andere steden in Nederland zien gebeuren. Dus wie weet dat dat ook in de toekomst in Utrecht zou kunnen. We blijven het volgen. Dankjewel, Bernadette.